Ja, als je geen wettel cap hebt, dan heb je no cap, Kut. toch? Nee, dat is niet hoe dat werkt in deze game, Ik maar. weet wat je... Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario we 64. Hebben er zin Mario Generations, en we hebben er zin in. De tijd begint nu. Sander is zo'n coole boy, maar het enige wat Hoi, minder cracker. Cool aan de coole boys is dat we deze game moeten spelen. Bully de bullies. Maar deze game is één grote bully. Moet ik dan deze game gaan bullyen? Inderdaad. Ik vind het wel mooi dat we weer nieuwe energie hebben. Echt hoor. Ondanks dat er voor ons echt nul tijd tussen zat, maar... Kaboom! Bully nummer 1 is gebullied. Jij bent wel zo'n bully, meneer, ja. Auw! Mamma mia! Hoe kan het dan, hè? Want girls vallen altijd op bad boys, dat weten we allemaal. Hoe kan het dan dat ik geen girl heb? That's the real question. Jij hebt daar een heel goed punt. Ik neem het terug. Dus bent geen volgens mij ben ik geen bully. Nee. Ah, nee. Nee. Ja. Jawel, jawel. Ah, oh, jezus. Kaboom. Soms. Ik wou dat ik zo'n kaboompje kon doen. Oh, nee. Hij stond heel dicht op het randje en nu weer niet. Heel dicht op het kut. Randje. Oh. Oké, okay, één guy is alweer weg. Dat is mooi. Hé, hey, ga eens even dood. Dank je. Sander, dat zeg je toch niet? Tegen deze bully? Ja. Nee. Ik deed zo net zelfs. Wojo, dikke bad boy hier. Bad boy, bad oh. boy. What you gonna do? What you gonna do if it come for you? Ik durf niet. Oeh. Mario, loop! Oké, okay, Mario, kun je even niet doodgaan, alsjeblieft? Wij vinden Mario allebei zo'n bitch, dit. Ik vind Mario wel zo'n cool guy, maar niet in deze game. Heel gek. Nee, dat vind ik helemaal niet zo gek. Hoe? Oh. Oh, nee, moet ik nu... Mario! Oké. Ik weet niet hoe je de bullies moet bullyen. Ik dacht dat ik de bullies gebullied had, maar... Maar toen dat viel. De bully die jij de bully bully. Fuck! Ik was nu bij die boomstam, maar ik vind die boomstam kut. Weet je wat ik kut vind? De camera van deze game. Die vind ik kut. Ik wou de game in zijn algemeen zeggen. Bij de zitten. Zie, zie, ik zei het toch? You have overtuigd me, Zender. I know, I'm zo'n overtuiger. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Ze zegt dat in het Engels niet. Kan niet, want ik ben zo'n talenknobbelgast, dus ik weet dat. Ja, inderdaad. Ik kan er ook nog in de vulkaan gaan. Maar dat wil ik niet. Oh, ik weet trouwens welk lava level je bedoelt. Yo. Aangezien ik er nu ook al 2 sterren heb gehaald. Zo. Ja. Oh nee, 1. Die andere ster was... 1. Ik heb vorige aflevering wel ook nog een andere ster gehaald, maar dat was niet in deze land. In Lava Level Land, baby. Ja, ja, succes met ster nummer 6 daar. Wat is ster nummer 2? Kun je dat zeggen? Of, Hoe heet die? Bully the Bullies. Oh, dan moet je gewoon die bullies erop mappen. Ja, ik heb al 3 bullies gehad. Waar zit die 4 dan? Volgens mij is het gewoon als je de level zeg maar gewoon een hele tijd verder loopt in het level. Dat er uiteindelijk van die bullies... want er zijn best wel veel bullies op de, in dat level. Maar het is in ieder geval die ene... het zijn in ieder geval die bullies niet in het begin zeg maar. Net voorbij die puzzel zeg maar. Hoe heet het? Je hebt zo'n groot platform en dan heb je volgens mij een grote bully. Als ik het goed heb. Oh, ik ga de verkeerde kant op. Dan. Dat zou goed kunnen. Oh. Oké, okay, nou, ik ga. Maar wel... je kan eventueel de rode coins op die op de platform ook nog doen. Ja, die had ik al. Oh, oh ja, dan had ik wel 2. Oh ja, ik had die ene niet gehaald, denk ik.
Ik was die ene met de uil aan het proberen vorige aflevering, maar ik denk dat ik die uiteindelijk niet gehaald had. Weet je welke ik bedoel met de uil? Met de uil in dat ene level dat die uil je zo dropt ergens. Ja. Dat is echt een kutlevel. Ja, ik kan maar steeds niet goed gedropt worden. Jij bent natuurlijk ook geen Fortniter. Where are we dropping, boys? Yo, where are we dropping, boys? Where are we dropping? Nou, dat klonk toch aardig Fortniterig. You did snap it, in ieder geval. I know it. I'm a snapper boy. Je bent zo'n But snapping. I'm not a snapper king, because I don't like snapper kings. Ik dacht dat jij de grootst fan was van de snapper king, boys. Nah, I don't like scammers, man. Au. Deze bully is maar een bully. Maar ik moest dus voorbij die grote bully. Ben jij? Nee, die grote bully, die moet je erin bullyen. Ja, die heb ik al geboolied. Oh. Dan moet ik al die kleine bullyen. Zie je wel? Dat dacht ik al. Doe gewoon wat, jongen. Dan komt het allemaal goed. Navigating the toxic maze. Weet je wat een beetje onhandig is, Sander? Ik weet dus niet meer hoe je die cap haalt. Die iron cap. Die metal hat. No cap. Ik weet niet meer. Ik snap. Ja, als je geen metal cap hebt, dan heb je no cap, kut. Toch? Oh, nee, dat is niet hoe dat werkt in deze game. Ik deed soort suicide, ik. Ah, maar dat mag. Dat mag allemaal. Ja, dat weet je, dat snap ik gewoon. Als jij in deze game speelt, dan mag dat. Kaboom. Als die coin nou even hier landt, ja, dan heb ik joder, is daar een 3 levens in plaats van 0. Nou, ik had er 2 hoor, maar... Ah. Oké, als ik nou even deze guy kapot maak... Yo, he do be kapotting. Zie, ik ben echt zo'n talenknobbel. Soms verbaas ik mezelf ook gewoon, hè. Ik vind het grappig dat je zegt, ik ben een talenknobbel. Ja... Ik ben er eentje. Kijk, sommige mensen hebben hem, maar ik ben er gewoon eentje. Zo goed ben ik. Mag je echt wel trots op zijn, Sander. Ja, nou, dat ben ik ook. Jij verdient eigenlijk wel zo'n kaboom. Kaboom! Auw. Nee, niet alweer. Oké. Nou, none of them good. Yo, kun je mij geen familiar face? Jawel, oh, ik dacht dat je de enemies in de game bedoelde. Ja, ik snap het. Dat bedoel ik niet. Ik weet niet of dat was om de game of om nee, mij. Het was maar... omdat ik verdrietig werd om van jou. Ja, dat snap ik. Oh. Kut bullies. Ik vind die 2 bullies vind ik altijd kut. Je moet aardig tegen de bullies. Yo, kun je aardig zijn tegen een boelies alsjeblieft, gozer? Ja. Dat vind ik een rare uitspraak. Mag ik zo'n raar in de chat, boys? Nee, dat mag niet. Oh, dan doen we dat niet namelijk. Dan vroeg ik het ook, hè. Dan vroeg ik het ook. Ik wil toch niet dood in deze game. Wil een echte leven als deze game zo blijft doen. Mooi liedje. Dat kan ik jou vertellen. Nou. Dat zal die blijven doen. Nee. Het leven was ooit zo mooi. Toen speelde ik deze game. Niet. Ja. Hm? Oh ja. Speelde ik deze game niet, toen was hij weer mooi. Het leven. Nou ja. Tja, oh, mijn kat wordt gek. Oh, heel chill. Ik hoor mouwen namelijk. Miauw, ogen dicht. Miauw, ogen dicht. Ik heb die key toch niet, jongen. Dan moet je die halen toch, jongen. Sander, doe even de man tegen mij. Sorry. Nee. Nee, ben ik dood. Waarom ben ik dood? Nee, dan moet ik ook die 3 boelies weer op me verslaan. Dat je niet levend bent. Waarom ben ik niet levend?
Het leven is zo. Ik ga die zin niet eens afmaken. Jullie weten het toch al. Omdat jullie zo van die good boys zijn. Eindeloze dimensie. Wacht, kan dit level, ja. Oh, ik heb hem gehackt? Dat is niet waar. Sander, waarom ben je zo hackerboy? Ik wou dat ik hem gehackt had. Nee, niet. Je moet er even afvallen. Auw. Bully. Hou nou eens op. Oké, één bully neer. Nog veel te gaan. Auw. Tyfus level is dit. Kutsoi. Echt hoor. Los Zoyos de Kuttels. Maar heb jij al die kleine bullies dan niet verslagen? Geen idee. Sander, dat was 10 afleveringen geleden dat ik die heb gedaan. Dat kan niet, want dit is aflevering 10 waarschijnlijk, of 11. Weet ik niet. Boom! Het gaat eindelijk een keertje niet heel kut. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik mag niet liegen. You must not tell lies, Sander. Dat is een Harry Potter spreuk. Wajo? Jij als Sander zijnde weet dat dat van Harry Potter is? I know, man. I'm a pro, man. Manny. Ik ben wel een beetje trots nu. Man. Snap ik. Dan mag je dat maar dat mag ook. Weet je, daar doen wij ook gewoon niet moeilijk over. Weet je waar ik wel moeilijk over doe? Over die bullies. Oh ja, mag ook. Kijken. Die bullies zitten wel in een nieuw Super Mario 4. Wat, dit is geen nieuw Super Mario. Was het maar als, nieuw ja, als dit al nieuw Super Mario 64 zou zijn, dan ben ik heel erg concerned om de gewone Mario 64. Mm-hmm. Niet dat dit zo'n mashke minigame was van Mario Party. Wat? Nee. Oh kut, nee! Godverdomme! Ah. Hé, hey, zo voel ik me ook right now. Mamma mia. Ik wil van deze game af zijn. Ik wil van deze game af zijn. Paddy niet ook hoor dat hij deze game leuk vond? Nou, dat vind ik echt iets voor Paddy. De haat. Nee. Ben ik game over? Ik ben game over. Hoe zo kwam je nou weer game over, Sander? Ik weet het niet. Nee, maar echt, ik weet het echt niet. En ik vind het kut. Bliep, bloep, blap. Ik word gek. Kan jij je vader vragen of die volgende keer dit soort games niet... Ik dacht eventjes, what the fuck? En toen dacht ik, oh ja. Zo'n streamer die ik vaak kijk, zegt ook al dat zijn oom bij Nintendo als grap natuurlijk. Mijn vader werkt echt bij Nintendo, dat vind ik wel ziek soms hoor. Dat is heel ziek. Heel ziek. Yo, weet je wat ik ga doen? Ik ga de ultimate loser move doen. Yo, konijn, kom eens hier! Oh, dat is gunstig dat hij daar naartoe gaat. Wat is de ultimate loser move? De konijn vangen. Dat is geen loser move. Dat is gewoon een super slimme move. Yo! Een konijn vangen is makkelijker dan ik had gedacht. Ik ga eerlijk met je zijn. Weet je wat vaak gebeurt, Sander, bij mij? Ik heb een ster gekregen. Sorry? Ja. Weet je wat vaak gebeurt bij mij? Dan zeg ik dat ik een game kut vind. En dan uiteindelijk valt hij eigenlijk best wel mee, weet je wel. Alleen, hier is het gewoon... Nou, niet andersom, want ik vond de game al kut. Alleen, ik vind hem eigenlijk nog kutter dan dat ik dacht dat ik hem vond, zeg maar. Ja, maar het valt mee, wordt het viel tegen. Ja. Nee! Nu ben ik boos hoor, Bully. Nou. Ik ben boos, Bully. Ik ben boos. Niet jij. Nou, misschien jij ook wel. Terwijl Bullies best wel vaak boos zijn, wist je dat? Nou, dat vind ik. Ik zou je daar haast om gaan pesten. Jij bent zo'n pester, meneer? Nee.
Au. Deze game snapt het ouwe woord ook niet of zo. Dat als ik ouwe zeg, dat ik niet nog meer ouws wil. Dat snapt deze game niet. Dat vind ik heel, heel teleurstellend. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld, zeg ik dan tegen deze game. Oh, dat was een hele zieke bug. Oh. Ik hoopte dat je met die pieuw er ook af zou zijn, Broly. Maar jij bent zo'n Broly. Ja, ik pest jou. Ja, dat heb ik door. Ah, nee! Nee! Ik huilde. Je mag best wel huilen. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer leven. Oké. Zolang die Broly's maar niet met z'n tweeën zijn, vind ik het best. Alleen... precies dan heb ik moeite met die ene Broly. Oké. Oké. Notus. Uit not that glibberke moonstar, ja. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Come up on the mountain. Nee, come on all the moon. Ja, dat is hoe ze dat toch in het Engels zeggen, gast. Dat klopt, ja. Jij bent ook al gespecialiseerd in Engels. Hè? Jij kan eigenlijk wel veel, Sander. Yo, ik ben talenmaster. Zie, ik kan ook al Duits. Jij bent een talenknobbel, dat was ik zo. Oh, het is dat ik jou heb, maar anders had ik deze game echt nooit uitgespeeld. Ja. Oh, nee! Nee! Kutboelies! Au. Zeg, Boelies. Zou je alsjeblieft niet kunnen doen? Oh, nee, dat doen we niet. Oh, what the fuck? Dat is niet lief, gast. Au. Deze game doet op zoveel manieren pijn. Echt hoor. Oh, fucking. Oh! Als ik morgen geen stem meer heb, dan komt het allemaal door deze kut game. Dat klopt, ja. Want ik ga me straks in slaap gillen, denk ik. Oh nee, dan moet ik die andere ook weer. Mocht ik ooit nog tegen jou zeggen, Sander. Zullen we Mario 64 op zoek? Nee. Dan... Als je dat doet, ik haat je. Dan moet je hem echt voor mezelf in bescherming nemen, alsjeblieft. Nou, ik denk dat ik dan ook voor mezelf doe, hoor. Maar, Boom! Nee! Moet je wel boomen? Als ik toch zeg boom, dan moet je wel boomen, Mario, alsjeblieft. Ik word echt gek van deze game. Maar echt, ik merk gewoon dat ik denk van, what the fuck doe je, Sander? Ooit een paniekaanval krijgen, dan is het wel door deze game. Ja, ik ben nu bij zo'n ster, maar het lukt gewoon. Oh, ik krijg een appje. Dat vind ik fijn, want dan hoef ik niet aan deze game te denken. Nog 6,5 minuut, Sander. Ik heb een nieuwe marteltechniek voor Guantanamo. Kut, ik kan het niet uitspreken. Guantanamo Bay. En dat is deze game uitspelen. 100%. Oh, dat is wel echt een goeie. Dat is wel echt een goeie. Guillotine is toch naar iemand vernoemd die Guillotine heet, hè? Oh, dat kan best. Kunnen ze nou dit dan de Sander-techniek noemen? Nee. Hoezo? Nou, omdat jij dit toch bedacht hebt. Wat? Als martelwerktuig. Oh, zo. Ik dacht dat je deze game... Zeg maar... Ja, maar nee, noem het dan gewoon Super Mario 64. Al wil je niet de eer krijgen van het bedenken van deze... Ik wil niet geassocieerd worden met deze game, nee. Sorry. Oké, dat kan me dan wel weer voorstellen. Op geen enkele manier wil ik geassocieerd worden met deze game.
zelfs niet op de beste manier. En dat is dat het een martelmethode is. Dat is al de beste manier. Maar hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. Wat zou mijn nummer zijn? 64. Nee, grap. Ik dacht dat je nummer 69 was. Oh, 64. Nou, deze game niet meer. So here's my number. And call me maybe. Hallo maybe. Ik weet niet of dat helemaal was wat ze... Carly bedoelde, maar... Ja. Of Carl. Ja, Carly Rae Jepsen. Ja. Ja. Hallo, ja, oké, okay, dan had ik het wel goed. Yo, als je denkt van... Yo, Sander, wat maak je raar geluiden? Kan ik niks aan doen, gast. Dat is gewoon Sander. Dat vat ik niet persoonlijk op. Maar waarom niet? Nou, gewoon. Vind ik niet leuk. Dat persoonlijke gedoe altijd. Ik ook echt niet tegen een grap. Nee. Yo, waarom kan Mario niet fucking gewoon... What the fuck? Waarom kan Mario niet fucking springen, gast? Dat weet ik niet. Ik weet nu wel welke bully ze bedoelen. Het heeft me veel tijd gekost. Maar ze bedoelen waarschijnlijk deze drie bullies. Wow, er is nog een... Oh, dit Bowser level is ook een lava level. Ja, daarom. Ik kan me dit level helemaal niet herinneren, joh. Ik denk dat ik Justin dit level altijd liet doen. Oh, joh, dat moet ik. Heeft Justin hier ook gezeik over deze game? Nee, dat is dus het ergste. Hij vindt deze game vet. Nee. Nee, dat mag niet. Dat mag gewoon niet. Zeg maar, Justin staat erom bekend dat hij over alles zeikt en dan... Precies deze game denkt hij, nee, dit ga ik de vetste game ooit vinden, omdat dat is gewoon eigenlijk onmogelijk. Dus dan hij houdt toch gewoon, eigenlijk is hij een beetje hetzelfde als jij. Je bent toch ook van de controversiële uitspraken? Nou. De beste versie is controversie. Er was ooit wel een tweet van mij, dus. Dat weet ik, ja. Nee. Wat is dit voor camerahoek? Hoezo? 90 graden? Yo. Deze boelie mag in de hoek gaan staan. Is het hier heet of ligt dat aan mij? Nee. Dat komt gewoon omdat deze hoek 90 graden is. Echt drama wat je nu doet. Ik ben zo kut. Ah. Nee, maar het is wel, het was gewoon... Oh, nu moet ik die boomstam doen. Ik heb wel weer twee van die sterretjes gehaald. Ik vind dat wel ziek. Je twee van die sterretjes gehaald? Ja, zo zeggen ze dat in Engels. Jij komt hier in Sittard? Jij komt praten tegen mij? Praten tegen mij? Tegen mij? Jij niet weten wie ik ben. You win. Got the boys trying to chase me. Yo, als die camerahoek nou even niet zo kut wil doen. Maar dat wil je wel. En nu? Ja, oh, dan merk ik. Oh, please land op een platform. Dank je. Nu nog die kut blok. Die vind ik echt kut. Wat vind je kut? Deze blok. Kut. Dit vind ik kut, hoor je? Ja, maar meestal ben ik wel positief over kut, maar nu. Nee. Dit doet me denken aan die Mario DS minigame. Ken je die? Die 3 tegen 1 van de DS? Dan sta je ook op zo'n... Oh nee, dan sta je op zo'n vlees. Op zo'n barbecue sta je dan. Ja, dan sta je op zo'n vlees. Nou, daar doet dit me aan denken, alleen dan is dit met... Controls. Nee, maar echt. Oftewel Mario 64 controls. Oh, nog 23 seconden, Sander.
Kut, dan wil ik niet die lock gaan doen. Oké, okay, kan ik hierin? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Oh, we gaan een andere doen. Wat ga je doen? Ja, weet ik niet. Deze. Nog 4 seconden. Ben je nog op tijd? Oh nee, ik ga gewoon niet die lock doen, omdat ik bij die lock sowieso dood ga. Dat was mijn idee. Kutboelie. Hij is wel dood. Au! Ik ben ook wel zo'n bully disliker, ja. Ik hou van cancelen van bullies. Kut. Oh, je gaat... Oh, als je hier geplet wordt, ga je niet in één keer dood. Dat is wel ziek. Heel ziek. Zoals iemand zou zeggen in het leven. Zo'n Sander van Gaming is bezig, zou dat zeggen. Ja, ik... Nou, die ken ik niet. Nee, die wil je ook niet kennen. Oh. Oh, hij is voor Mario 64. Nee, dan klopt dat wel. Ik praat niet met gekke... Degene die nu mijn scherm zaten te kijken, die denken echt nu van, hoe hebben ze deze game kunnen uitbrengen? Echt. Nee, nee. Oh. Ben je dood? Nee, heel ziek. Oh. Nou, ik weet eigenlijk niet. Nee, Sander, nee, wat doe je? Au, kut. Ah, nee, ik ben dood. Oh, ik ben ook game over. Dan mag je niet een nieuw level inzetten. Wist je dat dat zo werkte? Als ik geen duik had gedaan. Als ik gewoon... Weet je waar ik zin in heb? Deze game in elkaar te slaan. Nou, ik hou je niet tegen, als je dat maar weet. Ja, maar het heeft me €60 gekost en er staan 2 wel leuke games op. Oh ja. En dan moet je nu al toegeven dat je verloren hebt, de hele serie. En dat wil je ook niet. Maar hoe lang is dit level? Holy shit. Weet ik niet. Heel lang. Oké, het leeft nog. I'm alive. Stel, hè, ik zou nu per ongeluk mijn file erasen. Gaan we dan gewoon beginnen bij Super Mario? Hoe heet het? Dat vind ik ook wel echt wel een Sander move om te doen. Gaan we dan beginnen bij Sunshining? Sunshining? Because I do loving the Sunshining. Nee. I want. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. The Sunshining? Nee! Nee, oké, ik doe het dan niet. Oké, gast, rustig. Ik wil niet meer. Hoe ga ik hieruit? Oh zo. Yo, er is zo'n Bowser hier. Yo? Mijn scherm is nu wel echt heel ziek. No data exist. Oh, jammer man. Oh, dit is zo erg. Yo, hoezo kan Bowser nou weer teleporteren? Wat is dit? Yahoo! Wat heeft deze man gedaan? Magische poeder gebruikt, denk ik. Ik heb mogelijk echt mijn... nee. Kut, ik kan het niet te lang volhouden. Ik ben dood gegaan. Nu moet ik dat hele tering level zo meteen opnieuw doen. Oh nee, ik zit nog in de level. Oh, gelukkig. Maar dat vind ik niet eerlijk. Ik ga de volgende aflevering verder met de level. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Ja, jullie.